Het is zondag 10 november. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Gastarbeiders hebben hun eigen monument. Filipijnse gemeenschap in Rotterdam maakt zich zorgen over familie na orkaan op de Filipijnen. En 89 jaar en zonder pardon uit de trein gezet. En dan alvast het weer vanmorgen. Maandag begint de dag met af en toe zon, maar in de middag krijgt de bewolking de overhand. Tot de avond blijft het droog en bij een matige wind uit het zuiden wordt het maximaal 10 graden. Rotterdam heeft sinds vandaag een monument voor de gastarbeider. Als eerbetoon aan al die arbeiders die vanaf de jaren 60 naar Nederland kwamen om hier aan het werk te gaan. Het monument werd vanmiddag onthuld op het Afrikaanderplein. Muziek en informatie over de geschiedenis van de gastarbeider in ons land. Respect, vooral voor de pioniers, de eerste generatie. Waarvan vanmiddag een aantal aanwezig was bij de onthulling van het monument. Ooit spijt gehad? Nou, soms had ik heen en weer. Nu heb ik, omdat ik tweede vaderland, eerst mijn vaderland waar ik opgegroeid ben. Nu als ik in Turkije met vakantie ben, heb ik heen en weer naar Nederland. Omdat mijn kinderen hier geboren zijn, kleinkinderen hier, allemaal, dat is echt mijn land. U bent Nederlander? Ik ben Nederlander. Wie herkent u op de foto hier? We hebben hier, ik ken die meneer, die is Nihat Karaman. Hij is voorzitter van vereniging Hitip geweest. En hij woont in Amsterdam. En toen, tussen die tijd, daarna een paar tijd geleden, die hebben doodschieten. Ja. Die hebben leven niet meer. Maar ook vanuit de generaties erna veel belangstelling. Nakomelingen die in Nederland zijn geboren en inmiddels carrière hebben kunnen maken. U voelt het nog dagelijks aan het lijf hoe het is om toch van Turkse afkomst te zijn. Helaas is het zo dat er nog mensen zijn in deze samenleving die de aanwezigheid soms aan de onwenselijke kant nog steeds onacceptabel vinden. Nou, dat is ook een mening en daar moet je ook wat mee doen, dat moet je ook niet ontkennen. Het is ook een onderdeel van de samenleving en mijn boodschap is van ja, het is een feit dat we met elkaar de toekomst in moeten. En na de nodige toespraken was het na jaren voorbereiding zover. En daarna de foto's. Om deze gedenkwaardige 10e november, de onthulling van het Nationaal Monument voor de Gastarbeider, vast te leggen voor de komende generaties. De Filipijnse gemeenschap in Rotterdam is een eigen inzamelingsactie begonnen voor de slachtoffers van de orkaan. Gisteren werd het land getroffen door orkaan Haiyan, die naar schatting aan meer dan 10.000, mogelijk zelfs 10.000 mensen het leven heeft gekost. Alle Filipino's komen bij elkaar in de Rotterdamse katholieke Heligarduskerk. De mis staat deze zondag geheel in het teken van de orkaan die hun eilandenrijk heeft getroffen. Mijn familie in Cebu, in noorden Cebu, is erg. Yes, dit is de eerste. Dit is de eerste en de ergste hoor ik ter wereld, want 320 km per uur. Voor mensen is woont vlak bij de airport en de huis is weg. En de airport is ook al weg, helemaal. Het huis is kapot en ze nodig help. Een laatste voorzichtige schatting gaat uit van tenminste 10.000 doden op de Filipijnen. We zijn hier op afstand, maar we zijn ook beïnvloed door wat is er gebeurd. Zo geestelijke, we kunnen ook down zijn, maar we moeten daar tegen werken. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend. De Rotterdamse Filipino's geloven in een eigen inzameling. Geld, oké, dat is één. Maar ook alle hulp, kan van alles zijn, is uiteraard welkom. Rekeningnummer is 81-68-106. Ten naam van Rooms-Katholieke Gemeenschap Filipino's Rotterdam, Karel Doornmanstraat 337. Dank daarvoor. 10.000 Rotterdamse woningen worden de komende 5 jaar energiezuinig gemaakt. Het project is een samenwerking van bewoners, de gemeente, woningcorporaties en energieleveranciers. Het startsein werd gisteren gegeven in de Molière-buurt in Rotterdam-Lombardije. De woningen worden gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Het gaat in eerste instantie om tenminste 7.000 corporatiewoningen en 3.000 particuliere woningen. De operatie gaat 67 miljoen euro kosten. Bij de NS moesten ze wel even slikken toen ze het verhaal van de 89-jarige mevrouw Veldmeijer uit Rotterdam hoorden.
Afgelopen week is ze door een conducteur de trein uitgezet omdat ze niet goed had ingecheckt. Ze was op weg naar haar zieke dochter in Zwolle en kwam hierdoor 2 uur te laat aan. De NS heeft inmiddels excuses aangeboden. Nou, kijk eens Michael, ik heb een hele mooie bos bloemen gekregen van de NS, omdat het eigenlijk fout gegaan is dus. Wilt u misschien met mij mee naar het Centraal Station om nog 1 keer te laten zien hoe dat dan zo grandioos fout ging? Nou, dat wil ik dan durf nog wel. Nog aan? Ja, dat durf ik nog wel aan. Ik beloof dat we u er niet uitzetten, hoor. Nee hoor, nee, maar ik ga met jullie mee hoor. Okay. Vast en zeker. Gelukkig kan mevrouw Veldmeijer er weer om lachen. Maar dat was van de week wel anders toen zij als hoogbejaarde vrouw de trein werd uitgezet. U wilde naar uw dochter toe, ik hè, in Zwolle? Ik wilde naar mijn dochter in Zwolle. Ik heb maandag op het station heb ik een kaart af laten stempelen. Nee, die overchipkaart. Ja, die overchipkaart. Dat ik hem dinsdag kon gebruiken. Dus ik ben een dinsdag lekker naar Centraal gegaan. En ik ben door mijn poortje gelopen, maar ik heb niet mijn kaart ingecheckt. Bij Utrecht word ik gecontroleerd. En daar is namelijk dat ik het niet af heb gestempeld. Ik heb het niet niet ingecheckt. Niet ingecheckt. Dus dat is fout. En ik moest de trein uit. Meneer heeft echt gezegd tegen mij, u gaat er nu uit. En dan loop je weer naar de paaltjes toe. Binnen 6 minuten. Ja. Ik ben nu heen en weer, maar dat lukt mij natuurlijk niet op 89-jarige leeftijd. Dus ja, mijn trein was weer weg. Hoe voelde u toen? Ik was erg boos op de NS natuurlijk, want ik voelde me net een crimineel die uit de trein gezet werd. Want u dacht dat u gewoon had ingecheckt? Ja, maar als me dat niet gezegd wordt, heb ik daar geen erg in. Vroeger was dat wel zo, maar het is nu allemaal zo. Ik denk dat mensen van mijn leeftijd het helemaal niet begrijpen. Nee. Dus voor iedereen die het inchecken niet snapt, even een spoedcursus inchecken. Dus mevrouw, u moet hem hier tegenaan houden. Hier tegenaan houden. Dan zegt hij. Kijk, dan kan ik zo ervoor. Dan loopt hij door. En dan ga ik hier weer terug. En als ze weer terug wil. En dan ga ik hier weer terug uitchecken. En dan kom ik hier weer naartoe. Dus aan alle NS-conducteurs goed opletten. Zeker mevrouw Veldmeijer met rust laten of eromheen lopen. Hè? En anders worden er nog heel veel bosjes bloemen die je mag opsturen met excuses. Ja, dan wordt het een dure NS hoor. Denk erom. Ja, nou kom, wij gaan een bakje koffie drinken, ja, toch? Ja, dan gaan we. Even bijkomen van dit alles. En voor de sport gaan we naar de Kuip, want daar speelde Feyenoord tegen AZ. En sportverslaggever Sinclair Bisschop, die staat er ook. Sinclair, wat is het uiteindelijk geworden? Het werd 2-2 en daarmee verloor Feyenoord eigenlijk 2 punten, want de Rotterdammers waren de betere. Maar toch stond het bij de rust 0-1 door een treffer van Johansson. En Feyenoord had in die fase al kansen gehad om zelf op voorsprong te komen. Nou, na rust stelde Feyenoord orde op zaken. En via Mitchell tevreden en Lex Immers stond Feyenoord op een 2-1 voorsprong. Maar door een toch wat domme overtreding van Janmaat moest scheidsrechter Bas Nijhuis naar de stip wijzen. En AZ een penalty geven. Het werd 2-2. En in de slotfase konden eigenlijk beide ploegen nog de overwinning behalen. Feyenoord speelt dus gelijk, is nu gezakt naar de 6e positie op de ranglijst. En gisteren was in de eerste divisie de topper tussen Dordrecht en Sparta op het kasteel. En Sparta verloor de wedstrijd met 2-3. En Dordrecht is nu 4 punten uitgelopen op Sparta. Het werd dus 3-2 voor Dordrecht. En u hoort beide trainers over die derby. Kijk naar het voetbal, denk ik dat het nog niet zo slecht was. We maken alleen 2-3 individuele fouten in het verdedigen waar we normaal heel sterk in zijn. Ging ze nu eigenlijk vrij makkelijk erin. En ja, dan sta je in de rust in 1 keer met 3-0 achter. Dus over het voetballen was ik nog niet zo ontevreden. Maar het is met name zeg maar in het tegenhouden deze keer dat we veel fouten hebben gemaakt. Heb je genoten in de eerste helft? Ja. Geweldig, hè? Volwassen, knap uitgespeeld, goede goals, alles. Ja, nee, absoluut. Ik heb ook, wat jij ook zei, ik heb dat ook aangegeven in de rust, dat we heel volwassen aan het voetballen waren. Heel veel balbezit hadden, met goed positiespel, super goals gemaakt hebben. En onszelf toch tekort deden, want we hadden er ook 4 of 5 kunnen maken de eerste helft. Ja, straks in FC Rijnmond nog veel meer over deze wedstrijden. En die worden dan besproken met Willem van Hanegem. De kans is groot dat Robert Ruigrok van der Werven een ruimtereis gaat maken. De Rotterdamse student reageerde op een oproep van een techniekfestival en overleefde de voorselectie. Inmiddels is hij 1 van de 3 overgebleven kandidaten, van wie er uiteindelijk 1 in 2015 de ruimte in mag. Ik wil heel graag de ruimte in, omdat het mij heel erg intrigeert. En ik ben heel erg benieuwd. Ik wil heel graag 1 van de eerste 1000 mensen zijn die de ruimte in gaat. En daar wil ik heel graag bij horen.
Maar voordat Robert de ruimte in kan, moet er nog wel wat gebeuren. Vandaag worden de kandidaten getest op hun fysieke vermogen. Ze moeten om de beurt in deze simulator. Hiermee wordt de ervaring in de ruimte nagebootst en wordt hun reactie op de G-krachten getest. Je moet op een gegeven moment al je spieren aanspannen. Maar dat volgens mij heb ik dat echt helemaal veel te veel gedaan. Want dat was helemaal niet zo nodig. Ik merkte het helemaal niet zo heel erg veel. Het viel eigenlijk hartstikke mee. Ik was in het begin heel erg zenuwachtig ervoor. Maar als je helemaal in zat, dan ja, is het eigenlijk gaat heel makkelijk, heel easy. En dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. Engine shutdown. You are weightless. Hoe voelt het? Heerlijk. Kijk eens. Ja, nu voel ik inderdaad gewicht vast. Kijk, dat is een mooie. Maar de zichtproef viel Robert zwaarder. Bij deze proef wordt je zicht omgedraaid. Rechts is links en links is rechts. Precies zoals in de ruimte ook het geval is. Nee, De winnaar vliegt in 2015 mee met een links ruimtevliegtuig. Een ticket kost 75.000 euro. Per rit kan er naast de piloot één passagier mee. De ruimtereis duurt in totaal 60 minuten en gaat tot 100 kilometer hoogte. After takeoff, go straight up pretty quickly, accelerate to supersonic within about a minute. And after that we fall back to Earth because this is a suborbital spaceflight. We don't have enough energy to actually get into orbit like the ISS. You need about 30,000 kilometers an hour to get there. That's an order of magnitude above what we can do, but see this as the first flights in commercial aviation. De laatste drie deelnemers moeten als ambassadeur van Nederland Innoveert laten zien dat techniek zeker niet saai is. Op basis van hun inzet en campagnevoering wordt de uiteindelijke winnaar gekozen. Volgend jaar februari zal tijdens het Techniekfestival in Rotterdam bekend worden of Robert degene is die naar de ruimte mag. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws op onze website rijnmond.nl. Nog een fijne dag verder.